Door de coronacrisis is het hier in ons Castre rustiger dan anders. Je hoort geen vliegtuigen, je hoort af en toe een auto en een vrachtauto. En daarom hoor je alle andere geluiden heel erg goed. En nu horen wij een geluid dat we niet thuis kunnen brengen. En daarom gaan Toos en ik filmen. Kom. Ga je mee, Toos? Want het geluid komt van die kant volgens mij, hoor. Achteraan in de straat. Zullen we daar naartoe lopen? Komt een auto aan met zijn klep open. En er loopt iemand naast met een bak bloemen. Toos, daar gaan we naartoe. Goedemorgen. Van een bloemendag met de naam van zijn KBO. Oh, lief. Dat is leuk, dankjewel. Alsjeblieft. Dat is een verrassing. Ja, dat is zeker een verrassing. Ja. Verrassingen zijn altijd het leukste. Hè? Ja, inderdaad. Heel hartelijk bedankt. Oké. Okay. Dag. Ah, dag. Een bloemetje namens onze KBO. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Dat is wel goed, hoor. Net als hoe niks te doen is en dan toch even van hart onder de riem steken, hè? Ja. Oké. Houdoe. Harry, we hebben zojuist de kar weg zien rijden, of door het dorp zien rijden, de kar van de KBO met een bel en allemaal bloemen. En toen dachten wij, wat is er aan de hand? Waarom rijden jullie mijn kar met bloemen door Castre? Hebben jullie iets te vieren? Nou, te vieren hebben we eigenlijk niks als KBO. Maar in deze tijd waarin er heel veel activiteiten helemaal plat liggen, vanwege het corona gebeuren, hebben we toch gezegd, mensen zitten niet letterlijk achter de geraniums. Dat brengt op het idee dat ze zeker niet moeten gaan doen. Hè? Ja. Dat is de reden dat we voor geraniums hebben gekozen. En om die nou bij elk lid te bezorgen, zeg maar in elk huis, op elk adres, hebben we gekozen om zo'n kar mee te nemen. Een stukje nostalgie van de bovenste plank, denk ik. Dus... Nog met de auto weggaat vanavond. Dan gaan jullie al met drie groepen rond. Over hoeveel adressen gaat het dan? In totaliteit een 120 adressen die we wel af moeten, waarvan er ook nog een aantal buiten onze kern liggen. Want er zijn natuurlijk mensen, kijk, jullie zijn nog met z'n tweeën, maar er zijn ook mensen die zitten alleen. Ja. Die hebben geen kinderen die in het dorp wonen, dus die krijgen heel weinig aanloop. Die zitten echt letterlijk achter de geraniums. Ja. Dan kunnen ze hopelijk een keer erom lachen dat ze nou ook nog achter de geraniums gezet worden. Dat is ook de ludiekheid, je ziet hier achter zitten. Het is echt een geranium, niet de bedoeling dat we achter gaan zitten. Nee. Maar ik zei, je kunt er ook voor gaan zitten uiteindelijk. Ja. Hè? En zie er het, de nostalgie van in deze totaliteit. Exact. Zo, en die zijn we vanavond. Ik nam eigenlijk in mijn gedachte aan, je hoeft alleen naar bladen, maar dat is natuurlijk niet waar. Waar moeten jullie allemaal naartoe? Nou, we moeten een heel rondje door de camper maken. Om te beginnen, we moeten adressen, bepaalde adressen. Dat zijn mensen die wonen op zichzelf, die hebben zelf een eigen huisnummer. Maar er wonen in Vessum ook mensen in een verzorgingshuis, door we een oplossing moeten creëren. We moeten naar Hogeloon, daar zitten mensen in een verzorgingshuis, de zorgcoöperatie daar, de zorgvilla. We moeten naar Eersel, naar de Wiekenborg, om dan maar iemand te noemen. En we hebben in Hapert hebben leden wonen die vroeger de kassen gewoond hebben, die zijn lid gebleven. Dus in Blavel is ook het verzorgingshuis, het verpleeghuis, waar natuurlijk moeten Floriaan waar ook mensen zitten. Er zijn dus al vijf dorpen en binnen de dorpen nog verschillende locaties. Ja, goed. Drie, een klein bloemke in deze moeilijke tijd. Dank u wel, heel erg bedankt. Geweldig hoor. Alsjeblieft. Dank u wel. Een bloemke in deze moeilijke tijd voor de KBO. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, okay. Hoi. Wij zijn er blij mee. Hoe is dat? Hij mee, goed hart, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Veel plezier van. Bedankt. Houd weg. Houd weg.